Nou, kijkers, zoals jullie zien is het een beetje mislukt. Yo, kijkers, Pupin de Boy, welkom weer bij deze nieuwe video. Jullie horen het zeker al, er staat kerstmuziek op. Maar jullie denken zeker, waarom Choco? Laden? Nou, dat komt omdat we eigen Choco, hoe heet dat? We vinden met zijn YouTube kanaal bezig. Chocoladevormpjes maken. Kijk, daar doen we de chocolade hierin en dan hebben we daar een vormpje van. Ja, dus dat gaan we doen. Ik ben hier ook niet alleen. Ik ben hier samen met Kas! En ook met mama! Ja, dus laten we maar snel beginnen. Als eerst gaan we de chocolade breken. Wij gebruiken deze pan. Moet je... Ik zei dan wel van... Ja, doe de chocola in stukjes erin. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat je eerst de pan afspoelt. Sorry, Ben. Oh, is dat wel? Daar moet de chocola natuurlijk in. Hij is vol. Wat je dan gaat doen, strop je mouw op en dan... Hup! Hé, hey, Kas, wat kom jij doen? Kijk, oh ja, meehoppen. Ja. Hey, jingle bell, jingle bell. Jingle en dan zet je de pan weer. Oké, ik zet hem even ergens anders. Zo, gaan we hier even verder. En wat gaat Kas doen? Breken! Hij gaat het ei breken. Oké, doe maar. Oké, die is gebroken. Stop! Wacht, Kas. Breng alle chocola even hier naartoe. Zo. Alle chocola. Dan gaan we even. We moeten alle chocola kruimelen. Het belangrijkste is dat je alle chocola kruimelt. Want anders smelt het niet goed. Ik doe het er nu in. Oké? Ik ook. Dan gaat-ie. De eerste stukjes zitten erin. Mag ik het ook doen? Ja. Alle stukjes moet je breken. Ik denk dat deze video best wel veel weergave gaat krijgen, net zoals die 3D kerstboom. Het ligt gewoon aan de titel, wat ik verzin. Hoe ik het ook verzin. Ja. Oh. Ik had een zee gewoon gebroken. Moet toch? Ja. Zo. Ik doe die chocola met mijn knie. Oké, dat lukt niet. Daddy! Ja, ik heb hem. Huppa. Jingle bell. Ik denk dat het iets te groot stuk is. Oké, ik zie jullie als we alle chocola in de pan hebben gedaan. Nou, we hebben een nieuwe manier gevonden. Hopelijk gaat dit werken. Chocola kapot slaan. Misschien zijn dit wel kinderhamertjes, maar hopelijk werken ze aan de kant. Oké, zo hard mogelijk slaan. Oké. Zo, we vliegen al. Het werkt niet echt. Nee, dit werkt niet. Nou, de pan is zowat vol. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Zo. Zien jullie? Zo, laten we nu dan op het fornuis zetten. Zo. Oh, hij is bijna op. Lampjes op, oh. Laag vuur toch, mama? Ja. Eerst de pan eraf zetten. Oh.
op de harde? Op de zachte. Indrukken. Ja, goed zo. Hij staat aan. En dan zet je de pan erop dat het kan smelten. Pietjes lager. Ja. En dan wachten. Kijk, het is niet echt goed. Ik zie jullie zo meteen. Nou, als het dan in je pan is, wacht even hoor. Het is zo vervelend omdat de camera zo donker is. Oké, langer. Dan moet je met de pollepel. Kijk, het gaat al smelten. Oké, wacht even. Zien jullie? Het gaat al smelten. Dus het gaat best wel hard. Ik weet niet waarom mijn camera zo donker is. Ja. Sorry dat jullie het niet kunnen zien. Maar ga je dus roeren. Zo. Ja, daar zie ik jullie zo meteen. Nou, kijkers, jullie zijn natuurlijk benieuwd hoe het is geworden. Jullie zien helemaal niks, maar het is vloeibaar geworden. Ik kan het wel even snel laten zien. Maar het lukt niet als je twee eetlepels water erbij doet. Anders blijft het dik. Nou, laten we het er maar in doen. Wie komt erbij staan? Ja. Oké. Okay. Uit. Oh ja. Oh ja, deze. Hoezo? Oké, okay, we gaan deze lepel gebruiken. Kan ik de pan van het vuur ophalen? Ik ga hem zo erin scheppen. Oh. Zo. Zo. Oh, hij viel er bijna in. Oké. Moet sowieso één laag hebben. Dit is nooit goed gelukt, hè, mama? Ja, ga goed. We hebben dit eens een keer geprobeerd met de cola fles. Dat vind ik niet goed. Zo, dan kan je hem een beetje in de weer schuiven. Zodat het overal in zit, denk ik. Als het lukt. Moet gewoon even zo doen, joh. Een beetje met een lepeltje, een klein lepeltje. Of misschien nog een schepje, wat je wil. Ja, ik denk een klein schepje. Zo. Gaat ie. Okay. Eerst hier. Nu de andere kant. Of een beetje hier. Zo. Ja, hij zit helemaal vol. En aan het drogen. Ja. Tot zo. Kijkers, het is één dag later. Ik heb er ook wat meer bij gemaakt. Zoals jullie zien, dus vandaar kwam er gisteren een video online. Maar ja, het is gelukt. Laten ze nu maar uithalen. Dit gaat een koud klusje worden. En ik weet eigenlijk niet hoe je ze eruit moet halen. Oké. Okay. Hoe gaan we dit doen? Oké. Ik ga ze eraan uithalen met een beetje. Ja, dat is fijn. Ja, maar ik heb ze nog niet allemaal uit. Maar mama en ik gaan het proberen met een lepeltje.
Anders kunnen we het met een mesje proberen dat we hem zo eruit zagen. Kijk. Ja. En dan krijg je ook geen koude handen ook, want ik... Wacht, ik zet deze even aan. Hebben de kijkers meer licht? Nee. Is hij eruit? Nou, ze zijn best wel goed gelukt voor een doe-het-zelf project, hè? Zeker weten. Ik ga kijken of het ook met een mesje lukt. Moet het zo laag worden? Oh, zo. Maar we gaan het nog beter uit worden door. Deze is helemaal. Ja, ik wist wel dat het met een mesje beter ging. Maar soms toch ook weer niet. Ik heb me niet gesneden, maar het is gewoon koud. Dus als je niet voor koude vingers houdt, midden in de ochtend, dan kan je het beter zo doen. Jemig. Komt het wel goed? Hé, hey, ja. Het is wel plakkerig. Laat het nu toe met een lepeltje doen. Met je lepel, goede combinatie. Dus dan bedoel ik voor het chocola eruit halen. En niet voor andere dingen. Wow, kijk nou Cas. Deze, die sok is helemaal heel. Jij kijk. Zien jullie dat, kijkers? Zo krijg je ze makkelijk uit. Nu ga ik ze er gewoon uithalen zonder jullie. Dus tot zo. Nou kijkers, zoals jullie zien is het een beetje mislukt. Dit is de kersenboom. Die sok, die vind ik wel aardig goed gelukt. Die kersenbal ook. De bel ook en het poppetje niet echt. Twee niet gelukt. Dat vind ik gewoon een goed begin voor de eerste keer in een doe-het-zelf project. Dus ja, dit vond ik eigenlijk best wel een leuke video. Dus ja, vond je deze video een leuk doen? Zeker een blauw duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Dan zie je helemaal gratis en dan zien we jullie bij de volgende video.